vanuit de hoogte aankomen. De brede brigade, de volgers, de motto's zijn aan de kom. Dames en heren, maak u klaar voor een super spetterende spurt. Het knikje ter hoogte van de school in de Markstraat is altijd soms bepaald voor het verloop van de spurt. Daar zijn we. We komen uit de bocht, dames en heren. We zien onder andere Argo Shimano aan de leiding. Foutpartij van Thomas Lezer, een extreme storm wat betreft de Rabobank en de Rabobank op andere nummer 0 voor de Tuna. Dames en heren, Masakita, Masakita! Adam Bright wordt tweede en Stephen Cummins, de man voor het wereldkampioenschap, wordt derde. Dus een prachtig podium, Marcel Kittel. Wint zijn zoveelste wedstrijd dit jaar. De man van Argo Shimano zette zich bijna van in het indraaien van de Markstraat op kop. Dat goed gepiloteerd. En Adam Blight wordt hier opnieuw op het podium verwacht. Hij was al eens derde, wordt nu tweede. En als derde is zijn ploegmakker Stephen Cummins. Hij is zeker klaar voor het wereldkampioenschap volgende week zondag. En die zondag waar hij een schitterende wedstrijd kan verrijden. Wij gaan straks naar het podium met een schitterend Laurie en ook Marcel Kieter en tweede plaats aan de hoogkant. En nog even wachten op de derde man in de uitslagbanden. Het verdiepte zal straks gebeld worden door de fotofinish en het wordt nog even wachten vooraleer we de definitieve derde plaats moeten toekennen. Geen twijfel mogelijk dan ook, terwijl we de valpartij net mochten onderlijnen voor de mannen die we daarnet de meetje overschrijden met Indio Keijzer dan ook nog in de finale te volgen komen. Net zoals we moeten laten noteren voor Jean-Luc Payani met de doktijdenschel dan ook hier de meet overschreden. Dat is weer uit de goede fase van de wedstrijd nog. De fase gekomen, dat net gesignaleerd met nummer 33 van Kreen met de Laan. We moeten uiteindelijk wachten op Thomas Lezer, die op de val is gekomen samen met zijn tiener ook straks dan ook over de meet te brengen. Maar het zijn alvast de namen van Lutse Mona en Maarten Wijnlands die we mogen laten noteren. Wij boeken de tussentijd dan ook de namen van deze vreugdiger Johannes en dat leden we weten van het peloton op rem. 2 minuten en 25 seconden. En op het einde van het groepje zagen we ook nog Pieter Serie binnenkomen. Heeft vandaag wel